Hallo allemaal. Ben ik een Haarlemse dichter? Nou, ik ben misschien wel de meest Haarlemse dichter van iedereen, omdat ik in Haarlem geboren ben, hier ongeveer om de hoek, maar al 50 jaar niet meer in Haarlem woon. En dit gedicht gaat ook over mijn moeder en in feite over wat er gebeurde tussen mijn moeder en mij rondom mijn eerste communie. Weten jullie nog wat een eerste communie is? Wel, ongeveer. Geel. Ze voelt en peinst en kiest een gele stof voor mij. Laat mij geen keus, niks wits. Wel grote witte schoenen voor erbij en op de groei. Zuinig zijn en niets dat nog uitbundig is. De andere meisjes dragen wit. De kapelaan, gehuld in wierook, murmelt een gebed en belooft ons met de handen hoog. Dadelijk vult de lieve Jezus jullie hartjes, ontvang hem blij. Hoor ik daarbij? Dat zal niet gaan. Ik ben een weduwe van 6, mijn hart, daar kan echt niemand bij. Geen Jezus in de vorm van brood, geen kapelaan. Ik heb een zacht geel jurkje en zware schoenen aan. Ze zet voor straks de kopjes klaar, doet mij een diadeem in het haar. In plaats van papa komen anderen. Peetoom, oma, opa, maar. Het is niet feest of feestelijk genoeg voor bid. Dank je.